Oké, ja, ik zit hier dus, ja, we zitten hier dus in de studio, lieve jongens. En ik ben met Wessel. Wes, stel jezelf even voor. Hi, Wessel. Ja, nu even. Oh, hi, Wessel. Ja, nice, oké. Zullen we doen? Ja. Ja. Bescheiden, deze. Toch? Heel bescheiden. Ja, ja, ja. Oké, on y va. Want iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen. Kom op Wessel, gooi eens olie op het vuur. Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plan. Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch je hand aan het stuur. En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan. Want ik was liedjes aan het schrijven aan de overkant. Want daar kom ik vandaan. Daar waar je fiets gewoon nog open langs de weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dicht bij me. En het is waar wat ze zeiden. Zo rond 11:55. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat. Al wordt het een foto-finish moment. En als dit overwaait, oh, dan strijk ik alles weer recht. 11:55, dat kan alleen ons overkomen. Hij was smoorverliefd op haar. En hij had nog nooit zoiets gedaan. Want hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was smoorverliefd op haar. En hij kwam niet thuis, nee, hij bleef slapen. Zo zijn er nog wel duizend vragen, want hij had zijn ondergoed, zijn tandenborstel, luchtje en zijn lader. Want waarschijnlijk bleef hij slapen. En slapen doen we dan niet tot ooit, tot nauwelijks. Wij gaan iets op kunnen bouwen. En waarschijnlijk bleef hij slapen.